is er maar één manier van denken? Of zijn er heel veel verschillende manieren van denken? En als dat zo is, hoe verhouden die zich dan tot elkaar? In mijn onderzoek kijk ik voornamelijk naar Latijns-Amerikaanse kritiek op de Europese-Amerikaanse manier van kennis vergaren. En probeer ik daar eigenlijk met behulp ook van Japanse filosofie een alternatief voor te ontwikkelen. Dat dus in staat is om verschillende manieren van denken beter tot elkaar te laten verhouden. Mijn naam is Guido Timmerga. Ik ben promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, Campus Friesland. Mijn onderzoek gaat naar hoe wij verschillende vormen van denken en kennis met elkaar in dialoog kunnen brengen. Zodat wij ons begrip van wat kennis of wat denken is breder kunnen trekken. Met name in de Europese filosofie maken we een heel strikt onderscheid tussen filosofie en religie. Maar in de meeste culturen ter wereld is dat eigenlijk niet zo. En loopt dat veel meer in elkaar over. En dat betekent ook dat ik als onderzoeker niet met die hele westerse blik naar die teksten moet kijken. Maar dat je juist inderdaad ook open staat voor dat, ook binnen religies. Voor mijn filosofische onderzoek ben ik voornamelijk veel aan het lezen en aan het schrijven. En dat komt omdat filosofie natuurlijk een voortdurend gesprek is, waarbij ik me enerzijds verdiep in wat er al gezegd is. Dat doe ik door bijvoorbeeld filosofische boeken en filosofische artikelen te lezen. Maar anderzijds wil ik ook wat toevoegen aan dat gesprek. En dat doe ik door ook zelf dingen te schrijven die ik vervolgens dan weer publiceer. Voor mijn onderzoek ben ik ook van plan om naar Japan te gaan. Juist omdat ik het belangrijk vind dat als je dan verdiept in die Japanse filosofie, dat je er ook naartoe gaat en dat je ook de mensen spreekt die dichtbij die filosofische traditie staan. Het doel van mijn onderzoek is eigenlijk dat wij toch op een bepaalde manier beter met andere manieren van kennis en denken ons kunnen verhouden. En dus ook kijken wat we aan andere kennisvormen hebben en hoe we op een ethische manier dat gesprek aan kunnen gaan. Mijn onderzoek is van belang omdat wij natuurlijk nu voor heel veel wereldwijde uitdagingen staan. Denk maar aan klimaatverandering. En ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat wij bij het oplossen van die problemen ook zoveel mogelijk kijken naar kennis en denkwijze uit andere culturen. Zodat we echt wereldwijd die wereldwijde problemen aan kunnen gaan.